Ja, waar moet ik beginnen? Ja, ik heb jullie zoveel te zeggen gewoon. Ja, hou op om te beginnen met die aandachttrekkerij van jullie. Ja, dat is het eerste. Een haarbandje, dan weer een repje links of rechts. Dan weer zo'n afro-kapsel. Allee, godsnaam, hou dan mee op. Hou daarmee op. Ga nou gewoon voetballen, alsjeblieft. Ja, namens al die tienduizenden die in de straten lopen daar in Duitsland. En namens Nederland en namens mezelf. Ga voetballen, beste vrienden. Ja, alsjeblieft. En jullie vragen steeds om aandacht. En dan hebben jullie het weer over dat jullie zo in de Heer zijn. Dan zijn jullie weer aan het bidden. Dan komen jullie, dan komt er weer iemand zo het veld op als een schotelantenne. Dan loopt er weer iemand die krijgt bijna een tennisarm van het kruisje slaan. Dan zien jullie naar de hemel aan het kijken. Kijk, bijna een nekhernia. Hou op met al die aandachttrekkerij. Hou dat voor jezelf. Ga gewoon voetballen. Dat is wat we vragen. Ga aan de gang. Hou op met al die ongein. En hou ook op met maar constant vertellen dat het zo'n geweldige sfeer is bij jullie. En dat jullie zo'n geweldige groep zijn. Hey jongens, alsjeblieft. Vertel elkaar gewoon de waarheid daar. Ja, als iemand zijn man laat lopen, scheld hem verrot. Klaar. En als je niet op tijd mee druk zet, scheld hem verrot. Dat is de mentaliteit die je moet hebben. Want dat hebben we nodig. Ja, gasten met passie. Vragen jullie jezelf nou eens af. Heb ik nog die enorme honger? Die honger om te willen winnen. Ja, die wil, die ontembare wil om te willen winnen. En als dat antwoord niet ja is, ga dan gauw naar Ronald Koeman toe en zeg tegen hem, sla mij maar over. Ja, zet mij maar op de bank. Want we hebben gasten nodig die er echt in willen vliegen. Ja, vrienden. En die gasten die dan spelen, onthoud dan dat wij in oranje spelen. Godsamme. Elke keer gaat de bal naar de andere kleur. Ja, wij spelen in oranje, mannen. Alsjeblieft. En onthoud nou die simpele voetbalwet. Als wij de bal hebben, hebben zij hem niet. Dus laten we die bal nou houden gewoon. Zo simpel is het ook weer, het voetbal. En dan nog even wat. Jullie zijn multimiljonair. Ja. Geld speelt geen rol, daar gaat het allemaal niet over. Nee, maar waar het wel over gaat is, je kan wel 30 keer de KNVB-beker winnen en 20 keer kampioen van Nederland worden en weet ik veel nog wat in Europa winnen. Dat gaan mensen niet onthouden. Nee. Waar jullie voor spelen is, jullie spelen voor een plek in het collectieve geheugen van Nederland. Daar spelen jullie voor. Dat mensen altijd zich zullen herinneren wat jullie gepresteerd hebben. Jongetjes van nu 10, 12, 14 jaar oud, die later zullen zeggen, weet je nog, die wedstrijd, Nederland-Roemenië, toen maakte die en die die beslissende goal in de 83ste minuut. Daar speel je voor. Voor die een, ja, voor de herinnering van een natie. Dat is wat je in gedachten moet houden. Dus doe mij en iedereen een plezier. En ga voetballen.